Wat dan dus aannemelijk is met de vorige filmpjes in je achterhoofd, is dan dus ook dat mensen dan waarschijnlijk zouden kunnen doen wat ze in de Tweede Wereldoorlog ook deden. Hadden ze bijvoorbeeld een hond, die lieten ze ergens op afrennen en dan met bommen aan zich bevestigd. Nou ja, als je dat dan dus met een walvis doet, richting een vijandelijke boot of ja. Onderzeeër die kan gedetecteerd worden, misschien als die niet zachtjes genoeg is of zo. Maar ja, een walvis is een heel ander verhaal. En je kunt niet alle walvissen uit gaan schakelen omdat er ergens eentje bij je kan zitten met een dingetje in het hoofd die ergens naartoe zwemt. Ja, het is niet mijn idee, kan ik erbij zeggen. Ik ben misschien wel de eerste die er dan nu openlijk mee komt. Maar ja, dit zijn toch de logische dingen waar dan bepaalde mensen aan gaan denken. Dus dat is dan toch ook wel iets om rekening mee te gaan houden. Dus dat kan ik er net zo goed gewoon zeggen.